Oh nee. Oh. Oh nee. Nee. Ja. Papa, ik ga er weggooien. Zoals jullie het net zien, ben ik net wakker. Ja, maar jouw haartjes zien er niet zo goed uit. En je bent net wakker, inderdaad. En vandaag gaan we een superleuke challenge doen. Ja. En dat is 24 uur overleven als zeemeermin. Eigenlijk 24 uur alles doen met een zeemeerminstaart. Ja? Okay, ja. Ja, dat is het toch, hè? Je gaat echt heel de dag jouw zeemeerminstaart aanhouden. En je gaat daar gewoon alles mee doen. Ja, ik ga daar echt alles mee denk doen. Denk je dat dat gaat lukken? Ja, ik denk het. Ja? Ja. Gaat dat wel gaan? Oh, alles. Maar dan ook alles, hè? Ik denk het wel. Oké, we gaan het gewoon proberen. Ik heb ook een feestje vandaag, dus ik moet daar ook mee. Ga je naar een verjaardagsfeestje gaan met jouw staart? Ja. Oké, dat is goed. We gaan het gewoon proberen. Als het lukt, lukt het. Maar als jullie deze video leuk vinden, vergeet dan zeker en vast niet, hè? Liken en te abonneren op mijn kanaal. Yes, let's go. Ik denk dat je eerst naar de badkamer moet, hè, om jou klaar te maken. We zijn naar jouw kamer aan het gaan. Ik ga me nu omkleden in mijn kamer. Dus. Dat is goed. Ik ga wel even kijken of jouw kamer netjes is. Oh, kei netjes en alles is proper. En dit. Ja, doe dat maar gewoon weg. In de vuile was. Oké, kleed jou om. Tot zo. Dag. 5 minutes later. En ondertussen heb jij jouw staart aan. Ja, en ik ga nu even mijn haar doen. Jouw haartjes. En ik denk dat gewoon de 24 uur kan beginnen. Ja. Ja? Amai, beweeg jij daar zo in? Want soms spring ik, maar soms doe ik zo. Oké. Okay. Eerst jouw haartjes doen. Wat ga je doen? Ik ga gewoon mijn vlechtjes zo, mijn krulletjes inlaten. En dan ga ik gewoon mijn staart opnieuw maken. Ah ja, dat is goed. En dan heb je krulletjes. Ja. Ja? Aan het kijken in jouw spiegeltje. Ja, je hebt wel mooie krullen. Oké, naar de badkamer zou ik zeggen dan. Ja, oké, wacht. Ik ga een mooi speldje. Een speldje erin doen? Ja, dan ben je een echte zeemeermin. Ja? Let's go. Ja, amai, maar je vindt dat al goed. Naar de badkamer. Ja, tandjes poetsen. Mama is gewoon aan het filmen. Hallo. Oei. Een beetje nat. Dat is niks. Poets maar gewoon jouw tandjes. Oh. Oh. Ik kan jouw tanden niet eens goed poetsen, denk ik. Prima. Dan, 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 dan. Nu gaan we, wat is het volgende dat je normaal doet? Eten. Eten, oké. Okay. Ik ga wel voor jou, want ik ben, doe je het licht uit? Ja. Ik ben super benieuwd hoe dat jij van de trap gaat afgeraken. Dat is makkelijk. Wacht, wacht, ik ga naar beneden. Maar toen ik zo mijn tanden aan het poetsen was, dan duurde dat veel langer met mijn zeemeermin. Ja, oké. Okay. Ga maar. Een beetje raar. Ja? Ga pas op, hè. Naar beneden? Ja. Oké. Okay. Ah, zo ga je dat doen. Oeh. Ah, gewoon op jouw poep. Ja? Dat is super, super slim. Je glijdt daar gewoon af. Ja. Precies een glijbaan. Hè? Ja. Oh, super goed. Oei. Oei, goed gedaan, jong. Naar de keuken? Ja. Oké. Oei, pas op, niet vallen, hè. Doe het licht maar aan. En wie hebben we daar? Dag meneertje. Ook wakker? Ja. Altijd eerst wakker. Ja, jij staat super vroeg op. Jij bent altijd eerst wakker. Oei, lukt dat? Oei. 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 En dan hebben we die kleintjes hier. Wat ben jij aan het doen? Ik hang me vast. Ja. Ben je vast? Nee. Ah, dat is goed. Doe maar. Misschien kan ik boter. Ja. Met. Ah, ham. Ja. Is er al geen open? Ik wil. Oké. Open. En
En dan ga ik brood pakken. Ja, brood en pakken. Ook een klein beetje zout, maar gezonde zout. Ja. Deze. Oké. Ga je brood pakken? Ja, doe het maar omhoog. Het is keihard. Hard? Ja. Oh nee, wat nu? We hebben brood nodig voor maandag, hè? Ja, ja, maar dat is geen probleem, dat gaan we kopen. Wat nu? Ik weet dat niet, alles terugleggen en iets anders eten. Ja, ik denk dat je alles gaat moeten terugleggen en iets anders pakken, inderdaad. Want er zijn ook geen sandwiches. Brood en sandwichjes zijn sinds gisteravond op. En papa die gaat naar de bakkerij straks. Ja. Anders moet je cornflakes pakken of zo. Okay. Voor nu. Zet zout in. Ja, ik wou het juist zeggen. Waarom doe jij zout in de frigo? Mama, kom eens kijken. Ja. Dus kijk, dat is een nieuwe brawler. En we hebben 6 gekregen, dus... Maar je bent nog altijd niet verder met jouw ontbijt, hè? Nee. Oeh, ik hou van deze. Pak dan. Bijna klaar, hoor. Allee. Gewoon maken en dat is op 1 plaats, dus dat is wel handig. Ja. Wat doen jullie eerst in jullie pot? Cornflakes? Of melk? Of melk. Ja, eerst cornflakes, ja. Hè. Lukt het? Nee. Oh my god. Niet laten vallen. Springen, hè? Nee, dan moet je het zo doen. Ja. Echt niet snel vooruit. Ja, maar het gaat toch? Ja. Ja, ja, ja. Ja? Yes. En nu mag ik springen. En nu mag je springen. Zitten. Zitten, zitten. Ja. Supergoed. Zalig. Smakelijk. Dank u. Tot straks. Tot straks. Hallo, schattie. Waar ga je naartoe? Naar het feestje van Emily. Ja, en? Ik ga met deze staart gaan. Ja. Zo moet het, hè. Ha, het is 24 uur challenge, sorry. Ik heb hier het cadeautje in. Ja. En nu gaan we in de auto gaan, maar papa, jij moet mij natuurlijk dragen. Ik ga jou niet helpen. Maar de stenen, hè. Ah, sorry, hè. Maar deze is al mijn laatste die... Moet ik jou helpen? Die stuk kan, want de andere is al stuk. Andere is al stuk? Ja. Kijk, Ella. Je bent meer konijntje dan, dan zeemermin. Hup, hup, hup. Kom. Ja, namelijk moet ik Ella helpen. Altijd. Moet ik jou dragen? Ja. Wacht, wacht. Let's go. Oh. Wow. Ik heb alles. Lukt het, schat? Ja, ik denk dat het lukt. Kom jij maar in de auto. Ja, let's go. Let's go. Dus eigenlijk gaan we nu naar Emily haar feestje. Dat is mijn klasgenoot. En daar gaan we zwemmen, want ze heeft een zwembad, denk ik. Dus ik heb een handdoek bij en een zwembril bij. Ah. Oei. En ik heb een zwembril bij, dus dat zal wel in orde komen. En een staart. En ook een staart, maar dat komt wel handig, hè, want we gaan zwemmen. Ja, ga je de snelste zijn in een zwembad? Ja. Ja? Ja. Oké, let's go! 5 minutes later. Ja, we zijn er. Daar zijn de ballonnen. Papa, jij mag lekker in de auto blijven. Ik ga met mijn zakje naar daar. Ja, gaat het lukken? Ja, het gaat lukken, hoor. Ja, binnen 3 uur ben ik terug, hè. Ja, dag. Dag. 3 hours later. Hé, schat. Ja? Hoe was het op feest? Het was super duper leuk. Het was een beetje lastig met mijn staart zo rond wandelen. Maar we hebben gezwommen en dat was wel heel handig, eigenlijk. Ja, je was de snelste in de zwembad. Ja, we hadden zo een race gedaan en dan was ik de snelste. Ja. Zeg, ik heb een goede verrassing voor jou en broer. Ja, een kleine verrassing. We gaan naar de kweek eten. Yay! Ja, oké, we gaan broer halen. Ja. En dan gaan we naar de kweek. Maar pas op, je moet wel overal met die staart gaan, hè? Ja. Sorry. That's the rule. Ja. Alright, tot straks. We gaan broer halen. Ja. Dan gaan we naar de kweek. Yes. Let's go! Oké, Ella. Ja? Gaan we naar de kweek? Mijn zeep!
Oh nee. Gaat het? Ja. Ik ben oké. Wat ga je doen, Ella? Ik ga het. Nee. Die gaat kapot zijn, hè? Nee. Al die steentjes. Jawel. Nee. Alright. Let's go. Noah, kom. Ik zit erin. Oké, hier, papa. Super. Helemaal. We zitten nu in de auto. Dus we gaan eigenlijk nu naar de kweek. En daar gaan we een magic box bestellen en misschien ook nog een ijsje, want ik denk dat we wel een ijsje gaan bestellen. Maar de twist is dat ik in deze zeemeerminstaart ga de hele tijd rondlopen. Ik ga gewoon mijn ding doen met mijn zeemeerminstaartje. Let's go! Wij zijn er! Daar is de springkasteel. Oeh. Ja. Daar is een drive-in. Is er mensen al in? Ja. Ja, we mogen binnen eten nu, denk ik. Ja, ik denk het toch. Ik kom buiten. Hier is Ella. Ik denk... Ze heeft struggles met de staart. Lukt het? Ja, dus ik ga een superkort verhaal vertellen. Dus toen we naar de kweek kwamen, de eerste keer was de batterij leeg. Terwijl het twee streepjes had bij het batterijprocent, bijna 3 en dat is helemaal vol. En we moesten helemaal naar thuis rijden en dat is 30 minuten en dan terug. Dat is 1 uur dus eigenlijk en dan heeft papa zijn batterij opgeladen en nu zijn we weer al bij de kweek. Dus tweede keer, goede keer. Deze keer ga ik niet vallen. Ga je Ella helpen? Ja. Wacht, ik moet mijn mondmasker aandoen. Hè? Ah ja, oké. Okay. Ja. Oh nee. Oh. Oh nee. Dat is niet goed, hè? Kom, rechts staan. Ik ga hier bestellen. Ja, ga je bestellen? Ja. Doe je dit? Ja, kies maar voor jou en broer. Oh. Ja, kies maar. Ik kan kids en ik kan magic box pakken. Met wat? Wat wil jij? Een hamburger? Hamburger? Deze mag ik altijd doen. Hamburger? Wat wil je? Cola, altijd wel. Deze? Ah nee, ik... Cola Zero? Wat drink ik? Meestal Cola Zero. Ik kan Cola Zero. Ik ga ook wat. Jij bent een jongen. Ja. Huisje. Oké, dat was het al. Nu ga ik nog eens voor mezelf doen. Hamburger aan mij, cola, een meisje, softie, ja later alsjeblieft en dan een mayonaise, en dan chicken bits en dan ketchup. Oké, papa, wat wil jij? Ik heb alles. En voor mama gaan we straks bestellen. Ja, wij willen voor mijn dag. Nee, supreme chicken. Oké, dus maxi? Medium. Medium? Ja. Maak je keuze. Medium friet? Gewoon een frietje. Oké. Cola zero? Ja, dat klopt. Ketchup? Ja. Of mayonaise? Nee, geen mayonaise voor mij. Even ketchup? Ketchup, hè? Oké, en een extra? Oh, nu? Nee, bedankt. Oké. We gaan bestellen en bekijken. Ja, goed gedaan, Ella. Bestellen en af. Klopt alles? Ja. Kun je ook betalen? Ja, betalen. Waar? Te scannen. Gewoon naast. Mijn kindtikken. Ja. Voilà, gelukt. Mijn kindtikken. Maar wat moet je nu doen? Ja, eventjes wachten. Ja. Dan krijg je een ticketje daar. Kijk. Wow. We zijn welk nummer? We zijn 14. Alright, let's gaan go. Wachten. Ja, daar. Ga ik drankjes pakken, Ella? Ja, maar wil je dit? Mijn spin. Ja, dat is geen spin, hè? Papa, mag ik chocola in doen, Zero? Ja, dat mag. En ijs? Ja, dat mag ook. Ja, let's go, Ella. Papa. Ja, een beetje ijs. Ja. En nu ga ik jou nog een beetje geven. Ja. Wat is cola
Wat is cola zelf? Is dat genoeg? Nee, ik ga die bubbeltjes even laten weggaan. Nog een beetje. Zero. Ja, dat is genoeg, Ella. Ja, dat is genoeg. Dat is genoeg voor jou, Ella. 5 minutes later. We hebben net gewoon gratis zwembad opblaasjes gekregen. Mag je zien? Hoor. Dat is opblaasjes. Opblaasjes. Voor wie is dat? Je niet kan zwemmen. Voor wie is dit? Maar dat maakt echt niet uit, hoor. Jullie zelf gepakt? Ja, het is dezelfde cadeautje. Oeh, hamburger van Noah. Ik haal nooit die hamburger daar zomaar uit. Waar is jouw menu? Ja, hier. Dus ik zet dat zo. En dan doe ik deze fritten daar allemaal op. Wow, nou, je hebt keiveel honger. Dan zet ik al die fritjes daar open, dus dat ziet er zo uit. Goed. En dan pak ik mijn chicken nuggies. En ik leg ze bij de fritjes. Dus dat ziet er zo uit. En dan pak ik ketchup en mayonaise en ik leg ze hier. Alright. Slim van mij, hè, papa? Ja, heel slim, hè. Kijk die van mij, Ella. Wow. Wow, die ziet er echt goed uit. Ja. Smakelijk, kindjes. Ik wil het eens goed maken. Ah, is open. Voilà, alsjeblieft. Dank je. Wat is, schat? Ik heb geen honger meer. Alles is bijna op. Ik kan niet meer. Kijk mij, zie. Allee, kom maar, nog een hamburger. Zie. Zeker. Zie. Nou, we gaan ijsje halen. Ja, Noah gaat ijsje halen. Voor jou, dat zal niet lukken. Want ik ben te onhandig. Noah staat op zijn oude plek, maar ik denk niet dat hij daar gaat komen. Ah, die heeft het gepakt. En nu gaan ze een ijsje geven aan Noah. Dus we gaan lekker smullen van het ijsje. Mooie ijsjes. Alsjeblieft. Dankjewel. Is het gelukt? Is het lekker? Ja. Ga je een beetje proeven? Ja, van mij. Van jou? Van mij. Ben je zeker? Van mij. Nee, wacht, ik zal dat van jou. Ben je zeker? Ben je zeker? Kijk waar ik zit en kijk waar Noah zit. Noah, ik heb een challenge. Ga zo met jouw tanden. Oh, raak dat ijs aan. Ja, dat voelt echt raar. Dat voelt echt raar. Alright, we zijn klaar. Ik vind dat zo gek, want ik ben bang binnen van mij en ik zit hier gewoon rond te lopen in een zeemermeestaart. Ja. Ja. Dankjewel. Dank u. Oh, we hebben een slecht nieuws. Die zijn al kapot. Een beetje stuk. Ja. Maar. Daar ook. En hier zo is het heel vuil. Maar gelukkig hebben we nog eentje thuis. Ja. Dus dat is ook goed nieuws. Als ik me hier zo te veel eten, denk ik. Nee. Dat is echt onhandig, hè. Ja, gordels! In het water is misschien anders. Ja, in het water is wel superleuk. Gaan we straks zien, hè. Ja, gaan we straks zien. Doei! 1 hour later. Oké, je bent klaar? Ik ben klaar. Nog het laatste wat je gaat doen, is zwemmen. Ga maar. Papa moet mij dragen, want ik mag niet over de steen. Mag je niet op de steen? Ja. Oké, dan gaat papa jou dragen. Oh, ga maar. Nee. Ga maar. Ik ben een wilde duimel. Ik heb een grote visje van. Nee. Kijk. Niet meer gooien. 1. Jawel. Ik zijn niet meer gooien. 2. Ja. Papa, ik ga niet meer gooien. Papa. Is het koud?
wel een beetje. Maar wat... toch een beetje verfrissend, want je hebt toch keihard zitten dansen. Kom, laat eens zien hoe dat je even zwemt. Wacht, als zeemeermin. Ik ga even mijn zwembril aandoen. Ah ja, mooi zo met de staart. Mooi zo. Oké. Okay. Ja, een echte zeemeermin. Zwem maar nog even. Je hebt nog even tijd om te zwemmen, maar ik wil eerst weten wat je vond van vandaag, van de challenge. Ik vond de challenge wel moeilijk. Ja. En het was eigenlijk heel leuk om te doen. Ja, maar het was niet zo simpel. Ja, het was echt niet simpel. Het was echt een super moeilijke challenge. Dus, ik vond het wel moeilijk, maar ook... Ik denk niet echt super moeilijk, maar ook niet super simpel dus. Ja, ik denk dat hij gewoon is geslaagd. Ja. Ja? Schrijven jullie ook in de comments of jullie denken dat de challenge is geslaagd of niet? Wij denken alvast van wel. Ja. En vergeet zeker niet te liken en te abonneren op deze video. Ja. En we zien jullie terug in de volgende video. Peace! Peace.